De Nationale Assemblee heeft vandaag toestemming verleend om het interpellatievoorstel over de gezondheidszorg in ons land te behandelen. Voorafgaand aan de behandeling hadden de interpellanten de gelegenheid om aan te geven waarom ze met dit voorstel zijn gekomen. Deo Sharman heeft de spits afgebeten. Volgens hem is de gezondheidszorg in ons land helemaal op zijn kop. Ontevredenheid bij de actoren, ontevredenheid bij de samenleving. En ik denk dat de spanning inderdaad nu te snijden is binnen de gezondheidszorg, voorzitter. Omdat het heel erg onduidelijk is wat het beleid is van de regering op dit moment. Wat de prioriteiten zijn in de gezondheidszorg, voorzitter. En als we het handelen van de minister van Volksgezondheid in perspectief plaatsen, voorzitter, dan is het helemaal, druist het in tegen de jaarrede die de president heeft gehouden recent. En dan zien we dat we eigenlijk haaks tegenover elkaar liggen, voorzitter. En ik denk dat de gezondheidszorg en de gezondheid ons allemaal heel nauw aan het hart ligt. En dat het daarom erg belangrijk is om dit breedvoerig te behandelen, voorzitter. We zien elke dag calamiteiten zich voordoen. Onder andere bijvoorbeeld dat delen van de samenleving nog geen gebruik kunnen maken van röntgendiensten. Dat verzekeringsmaatschappijen vandaag nog hebben aangegeven dat ze de basiszorgtarieven zullen opschroeven met 115%. Wat ook alweer aangeeft dat delen van de samenleving geen toegang meer zullen hebben tot de gezondheidszorg. De oppositieleden Marinus B. en Ingrid Kartabink, die het interpellatievoorstel mede hebben ondertekend, gaven ook aan wat hun bezorgdheid is. Volgens B. moet er zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden voor de vele problemen. Kartabink had geen goed woord over voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. De voorzitter van de vaste commissie Gezondheidszorg in DNA, Jennifer Vreedzaam, zegt dat de coalitie sommige zaken kan ondersteunen en andere niet. Terwijl wij in een financiële crisis zitten, waarbij de gezondheidszorg op zijn kop zit, heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Dekati, om een snoepreisje te maken met ons belastinggeld om een afscheidfeest bij te wonen, voorzitter. Alsof hij sheik is van Dubai. Nee, voorzitter. Ik ben de stem van het volk en hier gaan we bespreken wat we met ons geld gaan doen, ons belastinggeld. De medische centen vraagt om hulp, om transportkosten te dekken, om alle baby's in het binnenland te kunnen vaccineren. Dan reist hij met first class. Deskundigen hebben zelf meegereisd om afscheidfeest bij te wonen. Dit kost de staat alleen maar meer geld, voorzitter. Voor de coalitie is het duidelijk dat er een balans moet komen voor alle aspecten binnen de zorg. En om te komen tot die zorgbalans is er een reorganisatie in de gezondheidszorg nodig. En dat moet plaatsvinden voor alle aspecten binnen de zorg. Voorzitter, de overwegingen in de interpellatie zijn, naar mijns inziens, incidenten. Wij willen geen ad hoc of labwerk van deze incidenten. Dat willen wij niet. Wij willen, en waarover het gaat, is hoe het gezondheidssysteem, en dat is het hele overkoepelen, alle aspecten in de gezondheidszorg, veranderd zal moeten worden in zijn totaliteit, om voor eens en voor altijd de structurele problemen, de alledag incidenten in de gezondheidszorg op te lossen. Dat was Jennifer Vreedzaam en daarvoor Ingrid Kartabink in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van het interpellatievoorstel over de gezondheidszorg. Bij de samenstelling van het bulletin duurde de vergadering voort.